Vrijdagmorgen vond weer de jaarlijks terugkerende lintjesregen plaats in de burgerzaal van het stadhuis. Er werden 15 mensen lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 mensen werden er ridder in de Orde van Oranje-Nassau. TV-verslaggever Jan Willemsen sprak met enkele gelukkigen. En hoe voelt dat nu met zo'n mooie onderscheiding? Ja, nou, het is een hele eer om door de koning onderscheiden te worden. Dus ik ben er echt blij mee. Nou, je doet natuurlijk heel veel voor de stad, hè? Mobiliteit, vastgoed, stadsblokken, noem maar op. Ja, dat klopt. Maar dat is nu gewoon mijn werk. Maar als raadslid doe je het naast je werk. En daar ben ik voor beloond, zeg maar. 13 jaar raadslid? Ja, 12 jaar, inderdaad. En hoe kijkt u daarop terug? Nou, dat is een hele mooie tijd. Het is gewoon een eer om te doen, leuk om te doen, om betrokken te zijn bij je stad. En daar een steentje bij te dragen. Dus ik heb het altijd gewoon erg leuk gevonden. Hoe vind je dat je deze onderscheidingen hebt gekregen? Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar als ik dan hoor, vooral dat ik tussen hele bijzondere mensen mag staan vandaag. Want er zijn een heleboel vrijwilligers die hebben hun hele leven lang, soms al 40 jaar, zich ingezet voor de sport of voor een buurthuis. En dat vind ik heel erg bijzonder. En dat voelt dan alsof ik het toch nog niet helemaal heb verdiend. Maar jij hebt natuurlijk als raadslid heb je ook heel veel betekend voor de gemeente Arnhem. Hè? En nu als wethouder voor ook natuurlijk. Ja, als raadslid en als wethouder doe je dat ook omdat het, nou ja, dat hoort bij wat je doet. Je inzetten voor de Arnhemmers. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het gewoon heel bijzonder dat er ook een heleboel Arnhemmers zijn die zich inzetten voor anderen. En dat die vandaag allemaal een lintje hebben gekregen.